Pijlen schieten is gewoon niet mijn sterkste ding. Absoluut niet. Oké, ga dood. Hoppatee. En bam, bam, bam. Yo kijkers van Dylan zijn kanaal en welkom weer terug bij een nieuwe video. Ik ben Guido van het kanaal Duffy Games. Linkje ervan staat natuurlijk beneden hier in de beschrijving. En vandaag gaan we weer lekker een minigame spelen. We spelen namelijk vandaag de minigame Bounty Hunters. Bounty Hunters is een minigame op Hypixel waarin je natuurlijk gewoon eigenlijk je bounty moet neerhunten. En weet je dat te doen, dan krijg je natuurlijk punten ervoor. Degene die natuurlijk uiteindelijk de meeste punten heeft, die wint natuurlijk de game. En je hebt natuurlijk ook een target, dat is natuurlijk jouw bounty die je eigenlijk moet hunten. En uiteindelijk wil ik zeggen, wie de meeste punten heeft gehaald, heeft gewoon de fucking game gewonnen. Dit is gewoon een minigame die op Hypixel kan spelen. Dus mocht jij nou thuis zitten, je hebt zoiets van, oh, ik heb heel eventjes niks te doen, wat moet ik gaan doen? Ga deze minigame spelen. Dit is echt een, ja, ik zeg het mezelf gewoon heel cru, een geweldige minigame. Als je geen hackers in je minigame hebt, is het gewoon een leuke minigame. Eén nadeel is wel, wat ik zelf vind, ik ben zelf natuurlijk niet de beste met een boog. Boog, one shot, one kill. Dus dat is wel hetgene wat het voor mij een beetje, ja, ook wel weer moeilijk maakt. Maar aan de andere kant, je traint ook weer natuurlijk je boogskills ermee. Dus het is ook wel weer goed om natuurlijk te gaan spelen. Wanneer je trouwens full HP, wanneer je iemand killt, krijg je trouwens weer full HP en een pijl terug. Dus stel je schiet een pijl en je mist uiteindelijk iemand. Dan krijg je gewoon vervolgens na je kill een pijl terug en weer full HP. Dus dat is ook wel fijn. Dus je kan eigenlijk, wanneer je heel erg low bent, continu blijven vechten. En je wordt eigenlijk alleen maar beter ervan. Dus dat is ook wel fijn. Schiet ik weer mis? Nee, kom op. Ik schiet weer mis. God dang it. Oké, kom op. Kan ik jou killen? Please? Please? Waar ben je? Oké, die is neergeschoten voor mijn neus. Die is gewoon weggesniped. Oké. Voor de mensen die afvragen, Duffy, ik zie jouw naam niet echt. Ik ben The Thrill. Ik sta op dit moment op nummertje 3 in het klassement. Met 11 puntjes. Dus ik doe mijn best om natuurlijk gewoon nummer 1 te worden. En zoals ik ook al zei, op zich is het slim om natuurlijk je target te gaan killen. Ik zie ook wel een beeld van wie mijn target is. Alleen, het is heel erg moeilijk om je target per definitie meteen maar te vinden in deze map. Aangezien, het is toch best wel een grote map. En om dan precies die ene persoon te vinden die je moet killen, dat is best wel een beetje pittig. Terwijl hier mijn target trouwens niet is. Ofwel, dit is wel mijn target. Kom op, laat mij hem killen. Daar krijg je namelijk 5 punten voor. En dat is natuurlijk iets wat we heel graag willen. We willen natuurlijk gewoon die maximale aantal punten halen. Dus kom freaking hier, ga dood. Kom op targetje, please. Oh, we zijn gesniped in de back. Oh, we waren zo ontiegelijk close. En dan worden we gewoon gesniped in de back. Het is natuurlijk een optie om te doen, hè, om je target te killen. Je kan ook gewoon gaan voor de random mensen te killen. Als je natuurlijk uiteindelijk daar genoeg van weet te killen, heb je natuurlijk ook genoeg punten gehaald om eerste te kunnen worden. Alleen, ja, wat ik zei, bij een target kill krijg je voor mij 5 punten. En bij geen target kill krijg jij er maar liefst 1. Dus het verschil is behoorlijk groot. Zeker als je bijvoorbeeld 3 targets achter elkaar weet te killen, heb je 15 punten. Zou ik gewoon 15 mensen voor moeten killen. En dat is best wel een heel erg groot verschil als je natuurlijk op die manier bekijkt. Maar ja, goed. Wie killt de 3 keer achter elkaar een target non-stop? Dat zijn ook niet zo heel veel mensen. Maar zoals jullie net ook wel zagen, ik mis nog wel eens wat pijlen hier en daar. Sorry daarvoor. Pijlen schieten is gewoon niet mijn sterkste ding. Absoluut niet. Oké, ga dood. Hoppatee. En bam, bam, bam. Kijk, dat is wel chill eraan natuurlijk. Wanneer jij dus een kill maakt, ook met je pijl, krijg je dus natuurlijk je pijl weer terug. En op zo'n moment als net kan je gewoon lekker, ja, wat dat betreft, blijven spammen. Damn it. Dus ja, dat is super chill. Mocht je ook afvragen, Duffy, wat zijn die particles die je daar ziet? Die particles betekent dat ik zijn target ben. En als ik ook nog iemand anders zie met de naam die ik moet, die heeft ook die particles. Want dat is gewoon de persoon die ik dan moet killen. Dus dat geeft alleen maar aan dat het jouw target is en wie jou als target heeft. Dus het is op zich allemaal best wel vrij logisch. Terwijl ik heb een nieuw target, oké. Nou goed, zoals ik al zei, ja, target en ik, dat gaan niet zo heel goed samen. Hoewel, deze kerel voor mijn neus, die staat op dit moment nummer 1 in deze game. Die is behoorlijk goed bezig met targets te pakken, zie ik al wel. Dus dat is wel fucked up, maar goed. Kom op, oké, we hebben hem dood. Nou, jou eerst pakken en dan jou pakken. Miss, damn it, oké. We hebben nog een miss, dat is vervelend, maar goed. Die kerel, ik vraag me heel erg af of die man legit is. Kan het natuurlijk ook zijn dat die kerel aan het trollen is. Maar bij elke fight wat hij aan het doen is, zeg maar, zit hij alle kanten op te kijken. Dus hij zit echt boven, onder, links, rechts te kijken. En dan heb ik zoiets van, ik vind dat altijd een beetje raar. Maar ja, we nemen het geven denk ik het voordeel van twijfel, I guess. Toen we ons target hebben gekillt, nice. Daarmee krijgen we even 5 puntjes. En dat is super chill, want daarmee komen we inmiddels op plek 2 te staan. En zo zie je, maar net stonden wij best wel ver achter eigenlijk. En nou is de kans bij eerste gaan worden gewoon weer helemaal aanwezig. Ik weet niet waar die persoon heen ging, maar het zal wel. Dus ja, we zien dat iemand kan een keer snipen. Ai, het liep dan door, man. Trouwens mensen, mocht je het leuk vinden of niet hebben gedaan, je kan natuurlijk altijd eventjes een like aanklikken. Bijvoorbeeld dank. Volgens mij dit trouwens die kerel die ik niet helemaal vertrouw. En dit is dus de reden waarom. Hij is daadwerkelijk aan het hacken. Hij kijkt alle kanten op, weet je dan ook nog gewoon perfect te hitten. Als ik zo ga doen en ik moet iemand dan ook nog een keer proberen te slaan en te killen. Nee, die kans is zeer klein. Maar goed, dan heb je wel weer het voordeel natuurlijk eraan dat je dus hiermee met een boog iemand kan one-shotten. Dus of de man nou hacks heeft of niet, je kan hem sowieso killen. Dat is dan wel weer chill.
Alleen ja, het is sowieso niet chill dat natuurlijk mensen hacks gebruiken. Dat die kerel goed gebruik maakt van de counterattack, moet ik zeggen. Ik schiet eerst een pijl, ik mis hem. Hij weet, oké, als ik hem nu hit, is het gewoon klaar voor hem. Terwijl jij lang stilstaat en natuurlijk, net wanneer ik wil schieten, dan begin je te lopen. Logisch. Dat is altijd zo. Kan ik hier misschien iets mee doen? Je hebt een boog, maar niet doen. Niet je boog gebruiken. Niet je boog gebruiken. Ga dood. Niet doen. Hoppatee, man down. Ik wil even kijken of iemand in de back kwam. We staan 7 puntjes achter op dit moment op de nummer 1. Terwijl ik mijn pijl schuin net al heb geschoten, op ongeluk. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar goed. Opnieuw pijl en we worden letterlijk gesniped. Wanneer we net onze kill hebben gemaakt. God dang it. Ik dacht, ik had echt zoiets van, nou dit gaat de perfecte kill worden. Ze lopen lekker door in elkaar en dan is het klaar, maar nee. En dat is ook wel weer het moeilijke ook weer in deze game. Als je naar iemand toe rent en hij heeft door dat je naar hem toe rent en hij heeft nog een pijl over. Kwestie van omdraaien, schieten en je bent gewoon dood. En dit was de game. We zijn derde geworden. Dat is niet eens zo heel erg verkeerd, dacht ik zo. Door deze man, ja, dit is niet legit. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in een nieuwe game. Het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als we net hadden. Gewoon weer lekker je ding gaan doen. Gewoon lekker gaan vechten tegen anderen. En hopen natuurlijk dat we dit keer de nummer 1 plek kunnen overnemen. Voor mij zitten ook 1 of 2 andere mensen van het vorige potje ook in de game. Dus ja, we weten een beetje wat we kunnen verwachten qua PvP-heid. Dat is helemaal een dikke bullshit, maar hè, je snapt wat ik bedoel. En jij hebt net al wel wat kills lopen mislopen door mij. Sorry daarvoor. Ga dood, hoppatee. En alsnog staan wij nu dik eerste met 10 punten. En nummer 2 heeft pas 2 punten. Dus we gaan, vooralsnog gaan wij best wel die hard op het moment. Hoppatee, jij schoot mis. Jij komt in mijn back en ik ben dood. Hoewel, ik kan me denk ik beter dood laten gaan op het moment. Omdat ik zo low ben. En ja, dacht ik wel. Ik heb letterlijk 2 HP, dat is gewoon one hittable. Dan kan ik doen wat ik wil. Maar goed, de kans dat ik daar dood ging was toch groot. Dat ik die pijl dan weer misschoot, dat is dan wel weer jammer. Want anders kon ik hier gewoon blijven schieten. En had ik misschien wel kills weten op te rapen. Ga eens dood. Niet doen, niet doen, niet doen. Niet op mij schieten, please, ga dood. Hoppatee, die is dood. Nice, oké dan. Hoppatee. Oh, damn it, ik mis haar. No, en dan word ik gesniped door een fucking pijl. Kan ik hier iemand snipen, plus? Loop erin. Ai. Dat hoop je dan toch, weet je. Als je dan een pijl schiet, een beetje in de loopbaan als ware, hoop je toch echt dat iemand erin rent. Maar wat het de massa dit keer niet. Kan ik... Oh. Wat? Soms word je ook gewoon zo gesniped dat je gewoon niet eens door hebt dat je wordt gehit. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Hoppatee. Die is uitgeschakeld. En die schoot ik weer mis. Nice. Kom, vecht met me. Vecht met me. En ik ben weer gesniped. God dang it. Please do not hit me. Leave me alone. I'm not a target for you guys. Hit ik hem? Nee. Wauw. Ik ben echt slecht met een boog. Kom freaking hier. En ga dood en bam. Hoppatee. Ga dood. Bam. Nice. Oh damn it. Deze liep goed heen en weer. Maar ik sta voor met hits. Kom op. En we hebben hem dood. Teken een nieuwe pijl. En bam. Hoppatee. Bam. Weer een kill. Nice. Oké. Okay. We zijn inmiddels gewoon voor met iets van... 10 punten. Wil natuurlijk helemaal niks zeggen wat ik ook het vorige potje al zei. Want stel iemand killt nu 2 keer een target. We staan bijna alweer gelijk. Dus ja, het is heel leuk dat ik zoveel punten heb. En ik kill natuurlijk heel veel mensen die gewoon maar 1 punt waard zijn. Dus het zegt nog helemaal niks. Zeker 3 minuten. 3 minuten 50 wat we ongeveer nog hebben. Kan er nog zoveel gebeuren dat ja, het is ja. Dat is ook wat leuker denk ik aan deze game. Dat er gewoon nog zoveel kan gebeuren. Dat het gewoon nog lang niet klaar is gewoon. Oh. Iemand stond gewoon letterlijk achter me. Wat? Terwijl mijn target zo dichtbij was, ik dacht echt van, hoppatee, dit wordt een target kill, maar het werd me weer eens een keer niet gegund. Kan ik iets snipen? Nee. Oké, dan rennen we er maar gewoon snel naartoe. Jij hebt veel hits getankt en ik ben gesniped. God dang it. Waarom vang ik al die random pijlen op van mensen? Really? Come on. Come on. Hoppatee, ik heb hem. Nice, dat was wel mijn target, met hulp van iemand anders. Maar hey, target kill is een target kill, en dat is belangrijk. Oh, ik dacht wel dat ik die zou hebben. Kom op. Kom op. Heb ik hem? Nee, damn it. Oké, dit kan heel lastiger worden nu, want deze heeft natuurlijk nu een pijl. Hoppatee, oké. Hoppatee. Oké, deze heb ik gemist, maar goed, deze moet ik ook wel aankunnen. Kom op. Ja, deze heb ik wel. Nice, oké. We staan nog steeds eerste. Dat is... Ai. Je ziet het gewoon letterlijk gebeuren. God dang it. We staan nog wel eerste, dus dat is wel het positieve eraan. Misschien kunnen we ook gewoon deze game eerste worden. Zou natuurlijk ook wel chill zijn. Niet doen. Goed zo, mis maar lekker. Dan moet ik je zien te hitten. Kom op. Hoppatee, nice. Oké, nou moet ik... God dang it. Why? No. Oké, dan moet ik jou goed zien te hitten. Kom op. 1 hit, 2 hit, 3 hit. En bam. Oh man. Ik ben gewoon gedubbelkilled. Ik ben hier gewoon letterlijk gedubbelkilled. Terwijl ik maar 1 keer dood kan in mijn leven. Of in ieder geval, 0 HP is gewoon dood. En ik krijg gewoon, oké dan. Niet eerlijk dit, Hypixel. Is niet eerlijk. Hoppatee, in de loop geschoten. Lekker hoor. Hoppatee, is ook down. Lekker. Het zijn toch weer die puntjes die je toch weer mee te snipen. Ik ben er blij mee, want we hebben nog 2 minuten. Het zal maar net te weinig zijn in die 2 minuten dat we te weinig punten binnenhalen. Dus ik ben er blij mee.
Ik moet jou vechten. Wow. Oké. Kan ik er gewoon misschien iemand snipen van hem hier? Ja, dat kan wel. Ja. Oh. We hebben in ieder geval 2 kills weten op te rapen daar. En we gaan hier dood, I guess. Ja. God dang it. Oh, loop dan sneller door, man. Loop gewoon sneller door. Damn it. Kom op. Hit op jou, hit op jou, hit op jou. Bam. Bam. Nice. Die kan ik niet snipen in mijn back. Oeh, daar zag ik net op tijd, bruh. Die zag ik net op tijd. Kom maar, ga je dood. Ja, ik heb je te vaak al gehit dat jij me nog kan killen. Oké, die heb ik weer gemist. Damn it, gaat die wel een moeilijke fight worden. Kom op. Hebbes, nice. In de back. Dood. Omdraaien. Schieten. Mis. Hopelijk heeft hij uit een pijl. Damn it. Oké, en vechten. Kom op. Oh yeah. Kom hier. Oké, die rent. Waarom ren je überhaupt voor me weg? Oh, 2 mensen willen op mij. Waarom? Waarom gingen ze alle 2 op mij? Wat is er voor joke? En ik schoot daar mijn pijl weer mis. Oké, die kip moet echt even van mijn kant op komen. Die is zo dood. Jij bent trouwens ook zo dood. Oh man. What could this happen to me? Oh. Kom op. Ah. Please. Geef me een kill. Nee, weer mis. Ah. Oké, 40 seconden. De kans dat ik nu nog niet eerste ga worden. Tuurlijk, het is altijd aanwezig. Maar goed, ik acht die kans behoorlijk klein. Als ik heel eerlijk ben. Want ja, ik heb nu natuurlijk zo'n hoog puntenverschil vergeleken met de rest. Maar hey, alles kan. Hoppatee, weer een kill. Weer een kill, nice. Waar komt iemand? Hier, daar zie je iemand. Hallo? Nee, damn, mis. Oké, nog 21 seconden. Nou, niemand gaat in 20 seconden nog genoeg punten halen om mij in te halen. Dus we kunnen met zekerheid zeggen, deze game is voor mij. Ik ben eerste geworden in deze game. Zie je maar 1 opwarm potje als het ware. En de volgende game, boom, we weten hem gewoon te winnen. En ja, top, kijk, mate. Want dat is toch ook iets wat we altijd willen. Als je natuurlijk een minigame speelt, je wilt natuurlijk het liefst altijd winnen. En zoals je kan zien, ik sta dik bovenaan. Bam, GG. Wij zijn lekker eerste geworden. Dat doen we natuurlijk voor. Hoppakee. Ik ben er blij mee. Hoeveel coins krijgen we ervan? Of zien we dat niet? Ik heb werkelijk maar geen idee. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Bounty Hunters. Mocht je nou leuk hebben gevonden en je wil mij supporten, vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal. Linkje ervan staat natuurlijk beneden in de beschrijving. Abonneer ook op Dylan's kanaal. En ik vergeet natuurlijk niet om een like aan te klikken. En mensen, tot de volgende keer.